als onderdeel van de Health Facilities Improvement Project, welke is geïnitieerd door de regering en het OPEC-fonds voor internationale ontwikkeling, heeft de regionale gezondheidsdienst Suriname een gezondheidscentrum geopend te Kwarasan. Het RGD Gezondheidscentrum is op vrijdag 5 mei formeel in gebruik genomen. Wij nemen u mee naar dit mooie moment. RGD Kwarasan is van nature, van oorsprong, een groot gezondheidscentrum geweest, eerder een grote poli. Er zijn meer dan 10.000 mensen die hier in het resort Kwarasan in Wanica gebruik maken van de diensten hier. Een hele oude poli, stamt af uit een aantal tientallen jaren terug. En er is een bepaalde vertrouwen en uiteraard bij de mensen. Zo is het in elke regio. Maar bij Kwarasan is het uniek dat we hier vandaag de opening hebben van een ultramodern en nieuw gezondheidscentrum. Aangepast aan de huidige tijd, aan de vraag van de zorg van de samenleving. We hebben net een rondleiding gehad waarbij duidelijk te zien is dat er aan alles gedacht is. Vanaf verpleging tot artsenzorg, tot spoedzorg zelf. En ook de apotheek en laboratoriumfaciliteiten zijn al in place. Dus, en laten we zeggen, ik heb het in mijn speech gezegd, het is het prototype hoe de RGD verder zal moeten gaan functioneren, wat men van de RGD moet gaan verwachten. Maar ik benadruk met name dat dit centrum zeker zal moeten dienen als een preventieve unit waar mensen terecht kunnen voor allerhande voorlichting, informatie, educatie op het gebied van de gezondheid. Dus we hebben gezegd, dit is een hele grote mijlpaal voor Suriname. Zeker voor de RGD en volksgezondheid, dat wij in dit gebied hier in Wanica, een van de grootste klinieken van RGD, hebben kunnen verheffen tot een gezondheidscentrum welke een scala aan diensten kan bieden aan de samenleving. Nou, het nieuwe gebouw is tot stand gekomen door de regering in samenspraak met OVID. En het is in feite een aanbestedingsproject geweest. Dus vandaar dat Poli Kwarasan, Gezondheids Kwarasan en nog enkele andere gezondheidscentra's geïdentificeerd zijn. Het heeft natuurlijk niet een jaar geduurd, maar zeker 2-3 jaren vanaf het begin. Namelijk hoe het gebouw eruit zal zien, van design tot inrichting, tot het ontstaan. Dus dat heeft op zich heel lang geduurd, totdat we uiteindelijk vandaag hier staan om een officiële startsein te geven van het nieuwe centrum. En er is ook gezegd, onderhoud is altijd wat moeilijk in Suriname. Is het onderhoud voor de RGD-polies nu wel geregeld? Onderhoud van de polyklinieken is op dit moment een onderdeel waaraan wij aandacht geven. Uiteraard is Gezondheidscentrum Kwarasan een onderdeel daarvan, waar wij dus een onderhoudscontract hebben met de aannemer voor een jaar. Dat is een garantiestelling wat wij krijgen. En het opzicht daarna over wordt genomen door de RGD. Het onderhoudsprogramma voor overige RGD-klinieken gaat nu van start. We zijn gestart om klinieken te identificeren wat op dit moment de diagnose of het status is van het gebouw. En op basis daarvan RGD-klinieken de prioriteit te geven, zodat ze dan een feest.